Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, Brian Isaacs officieel aan de slag als korpschef KPS, Sinopharm wil Surinames gezondheidssector ondersteunen, Chinese staatsbedrijf en president Santokki praten over alternatieve energiebronnen, nationale televisiezender China brengt bezoek aan staatshoofd en ministersteam gaat in op vragen media na regeringsraadvergadering. Politiecommissaris Brian Isaacs is vandaag geïnstalleerd geworden tot korpschef van het Korps Politie Suriname. Na de nodige formaliteit en het vaandel overgedragen gekregen te hebben van president Chandrika Prasad Santokki, is hij officieel de hoogste politiefunctionaris. De aanstelling en commandooverdracht aan de hoofdcommissaris van politie Isaacs. Natuurlijk is het een mijlpaal. Het gaat om de 50ste korpschef bij de politie. En ik denk dat die organisatie, dat hij gedragen wordt door de organisatie. Wat wordt verwacht van hem binnen het KPS? Nou, in ieder geval een strakke hand dat wat een beetje anders is gelopen de afgelopen tijd. Om weer binnen het kader van wet en recht KPS weer helemaal op spoor te brengen. Er zijn wat uitspattingen geweest. Die samenleving is daar getuige van geweest. En we rekenen en vertrouwen erop. Dat onder deze nieuwe korpsleiding, aangevoerd door de hoofdcommissaris Isaacs, dat wat een andere richting opdreigde te gaan, dat hij zich ten volle zal inspannen om het weer in het gareel te krijgen. Prioriteit is sowieso de veiligheid die gegarandeerd moet zijn door het Korps Politie Suriname. De samenleving die staat op de eerste plek. Ja? Maar tegelijkertijd intern zijn er ook wat issues die aandacht genieten. En ik denk dat de korpschef zich sowieso daarop eveneens zal gaan richten. Nou, in ieder geval, hij is belast met de organisatie en het beheer in ruime zin van het Korps Politie Suriname. Dus in al zijn facetten moet hij ervoor zorgen dat die organisatie één in stand blijft, bij elkaar blijft en doet waarvoor die organisatie geroepen is.
Dat is het in grote lijnen om. Ik benader het geheel op een christelijke manier. Ja? Laat de geest van die enige God steeds in u zijn. Bij het nemen van besluiten. Bij het vaststellen van regels. En al zijn doen en laten. Dat hij zich steeds laat leiden door het opperwezen die over ons waakt. Het is van belang dat hij alle inspanningen, alle efforts erin zal stoppen om die organisatie te tillen naar een hoger niveau. Die verantwoordelijkheid rust op zijn schouders. Maar natuurlijk, hij zal bijgestaan moeten worden door een ieder in die organisatie. Niet één uitgezonderd. Dus hij zal moeten trachten alle neuzen in één richting te doen wijzen. En het moment dat hij dat doel heeft bereikt, denk ik dat naar buiten toe, dat we betere resultaten zullen behalen. Natuurlijk is ook van belang dat we niet uit het oog verliezen die samenleving, ja, van wie we afhankelijk zijn. Ja, dat ook naar die samenleving toe er een goede interactie moet zijn. Suriname krijgt naast regeringsinspanningen in de gezondheidszorg ook steun van Sinopharm Company. Op 27 maart 2024 boden hun vertegenwoordigers steun aan president Santokki aan. De delegatie is hier om te kijken hoe ze ons land kunnen helpen in de gezondheidssector. Sinopharm is geen onbekende in Suriname, omdat zij tijdens de COVID-pandemie 100.000 vaccins had gegeven aan Suriname. Zoals ik het elke keer herhaal, is het zo dat onderwijs, volksgezondheid en veiligheid de basis vormt van een land. Wilt u een land ontwikkelen, zijn deze drie factoren zeker het meest belangrijke. En daarvoor is de delegatie gekomen naar Suriname voor oriëntatie, om te kijken van waar zij Suriname zou kunnen helpen met op het gebied van volksgezondheid en dan specifiek de medicijnen, de behandelingen, specialisten, etcetera. Om te kijken van hoe zij Suriname zouden kunnen helpen. En zoals u weet, president vertrekt binnenkort naar China voor staatsbezoek, om ook te gaan kijken welke middelen we kunnen krijgen als grants voor Suriname. En zo hebben we een beetje gesproken, daarover hebben we gesproken. President Santokki heeft op dinsdag 26 maart een delegatie van Power Construction Corporation of China ontvangen om breedvoerig van gedachten te wisselen over de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen. Het Chinese staatsbedrijf heeft plannen aangekondigd om in Suriname te investeren in de productie van zonne-energie, wat zal bijdragen aan een groenere economie en lagere energiekosten.
Tijdens deze bijeenkomst waren onder andere de ministers van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdin en Stanley Raghubar Singh van Financiën en Planning aanwezig. De leiding van Power China had de president eerder al geïnformeerd over hun investeringsplannen in Suriname. Tijdens de ontmoeting van dinsdag zijn twee specifieke projecten gepresenteerd. Allereerst het Suriname Afobaka Hydropower Station Upgrade and Renewable Project, waarvoor het bedrijf al in gesprek is met Staatsoliemaatschappij Suriname. Er zijn gesprekken gevoerd met Staatsolie over het upgraden van de Afobaka krachtcentrale, waarbij het Chinese bedrijf wil helpen bij het upgraden van de elektrische turbomotoren om meer energie op te wekken. Het tweede project is de Suriname EPAR Solar Power Plant. Binnen dit project wil het bedrijf hernieuwbare energie opwekken in verschillende districten. Vervolggesprekken zullen plaatsvinden met een breder team van de regering om de samenwerking te bespreken en afspraken te maken. Vertegenwoordigers van China Central Television, CCTV, brachten op 26 maart een kort bezoek aan president Santokki. Tijdens het bezoek is gesproken over de relatie tussen Suriname en China, waarbij het staatshoofd een korte uitleg kreeg over CCTV en haar diensten. CCTV is de nationale televisiezender van China die via verschillende kanalen uitzendingen verzorgt. Met 51 kanalen biedt CCTV een diversiteit aan programma's voor meer dan 1 miljard kijkers in 6 talen. President Santokki zal binnenkort zijn eerste bezoek aan China brengen. Met dit geplande bezoek kijkt hij vooruit naar de toekomst met als doel concrete visies te ontwikkelen en mogelijkheden te verkennen voor nieuwe samenwerkingsverbanden waarbij verhoogde investeringen een rol zullen spelen. Daarnaast streeft hij ernaar om kansen te creëren voor Surinaamse zakenmensen in China en vice versa. Hij benadrukt het strategische partnerschap met China in deze samenwerking. Al meer dan 170 jaar bestaat er een nauwe relatie tussen beide landen, die op verschillende gebieden voordelig is gebleken en naar wens wordt voortgezet. Deze samenwerking heeft niet alleen bijgedragen aan maatschappelijke en technologische vooruitgang, maar heeft ook op economisch vlak aanzienlijke voordelen opgeleverd voor Suriname. Na de reguliere vergadering van de regeringsraad op woensdag 27 maart heeft een team van ministers uitgebreid antwoord gegeven op diverse vragen van de media. Wij voeren u terug naar enkele hoogtepunten van het persmoment. Ik wil eerst beginnen voor alle transparantie en eerlijkheid ook aangeven dat eigenlijk dit initiatief een beetje op uw eigen aansturing is geweest. U herinnert zich dat we 2 weken geleden vlak hier in de zaal gesproken hebben over deze noodzaak om te praten na de RV, de regeringsvergadering. En we hebben gelijk de president geïnformeerd en hij was er meteen mee eens dat het nuttig is en noodzakelijk is. Dus ik ben blij dat we deze gelegenheid hebben en ook de ruimte hebben om een aantal ministers aan het woord te laten. Zoals gezegd door de MC, dus in de context van transparantie, zoveel mogelijk proberen te delen. Met name nadat besluiten zijn genomen in de regeringsvergadering. Met name ook nadat cruciale zaken die op dit moment relevant zijn, actueel zijn, besproken zijn. Dus u gaat ministers hier aan tafel zien die issues hebben die besproken zijn in de regeringsvergadering. Dan wil ik aangeven bijvoorbeeld dat vandaag binnen de RVM een raadsvoorstel is behandeld voor de wet
particuliere beveiligingsorganisaties. Dat is een wet die, tenminste het concept, ik meen te weten dat sedert de huidige president minister van Justitie en Politie was, dat er dit wetproduct al werd voorbereid. Ik heb het weer opgepakt en samen met stakeholders heb ik het kunnen voorbereiden om tenslotte in te dienen, zodat we uiteindelijk regulering krijgen binnen de beveiligingsbranche. Het is namelijk zo dat de focus nu sterk wordt gelegd op de training tot buitengewoon agenten van politie. Deze opleiding is niet voor die voorzieningen voor, voor de beveiligingsbranche. Met de regulering kunnen bijvoorbeeld ook diploma's worden uitgegeven binnen deze binnen deze branche en kunnen ze verder hun zaken regelen. Vandaag ook in de regeringsvergadering er breedvoerig gebrainstormd is over enkele issues binnen de gezondheidszorg. En we hebben aangegeven daar zeker naar aanleiding van de noodkreet die de vorige week geuit is door enkele specialisten werkzaam bij het AZP. Is er uiteraard breedvoerig overleg gevoerd. Laat me aangeven dat die de noodkreet eigenlijk een situatie is waarbij denk ik de specialisten hebben willen weergeven dat er dreigende tekorten dan wel aangepast werken binnen de medische zorg. Zeker op cruciale afdelingen zoals de urgente afdelingen en de intensieve zorg gehandhaafd wordt. Althans, de afgelopen perioden hebben wij als ministerie ook met de ziekenhuisraad, maar met name met het AZP, de directie, breedvoerig gediscussieerd over hoe kunnen wij de garanties bieden voor toegang tot zorg, voor de kwalitatieve zorg. U weet dat bij het AZP is het wel uniek voor wat betreft de andere ziekenhuizen, omdat je hebt enkele afdelingen die uniek zijn voor het land. We hebben maar één spoedeisende hulp in Suriname. Dat bedoel ik een volwaardige spoedeisende hulp gekoppeld aan directe interventiemogelijkheden, intensieve zorg, een 24/7 operatieteam, laboratorium en radiologiefaciliteiten, maar ook een cardiozorg en een neurochirurgische zorg. Dat zijn centers voor de Surinaamse gezondheidszorg, welke wel uniek zijn in het AZP. En betekent dat deze zorg ook voor Suriname is. Dus ik bedoel, als je investeert en als je deze zorg wil garanderen, dan is de investering in het AZP wel op zijn plaats. Het is alom bekend dat wij en dat ziekenhuizen afhankelijk zijn van de lichtdagtarief. En het lichtdagtarievenmodel wordt sinds jaar en dag toegepast. U weet ook dat deze regering bij het aantreden een tarief heeft overgenomen, welke in 2014 voor het laatst was aangepast. Ondanks devaluatie en koersstijgingen er nimmer gekozen is door de beleidsmakers toen om de tariefsaanpassingen door te voeren. En ik haal het aan omdat dit besluit om niet aan te passen ondanks de devaluatie vanaf 2016 voor een enorme achterstand heeft gezorgd in de ontwikkeling van de gezondheidszorg in Suriname. Wij hebben bij de overname een duidelijke visie gepresenteerd aan de regering waarbij we hebben gezegd we gaan de tarieven moeten aanpassen, want de ziekenhuizen rekken het niet meer. U weet dat ook post-COVID en COVID, gedurende COVID, de schade aan de zorg enorm groot geweest is. Op de koop toe neemt het ministerie een enorm grote betalingsachterstand over bij dienstverleners. En om het maar op te noemen, $64 miljoen aan openstaande ressus. Dat is het eindsaldo welke is achtergelaten voor deze regering als het gaat om geleverde diensten in de periode 2016 tot 2020. We hebben als verantwoordelijke regering, behalve dat we dan de kosten, de exploitatie van ziekenhuizen moesten garanderen, ook het op ons genomen om bestaande en reeds geleverde diensten
ook af te betalen. En dat hebben we gedaan door een aanzienlijk deel, pakweg 92% van die $63 miljoen te betalen. Er zijn nog bedragen open. Maar wij hebben ook uitgaven gedaan in onze periode. En die moesten ook gegarandeerd worden. Een week geleden hebben we de vijfde review van het IMF goedgekeurd gekregen. $62.5 miljoen. Die zijn inmiddels gestort. Die vijfde review, dat is vier op een rij binnen 10 maanden. Op zich is dat een compliment waard aan de Surinaamse gemeenschap. Wij zijn in staat om belangrijke resultaten met elkaar samen om die neer te zetten. Minister Biebes zei dat al. Het is uitdrukkelijk dat we niet zeggen de regering. Het is dat we dat met z'n allen tot stand hebben gebracht. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.